Welkom bij een nieuwe video van Elishop. En vandaag wil ik het hebben over deze vier hete lucht saldeerstations. Dit zijn de IU852, Atten ST8800D, Atten ST862D en de Quick 861DW. Deze hete lucht saldeerstations zijn ideaal voor het desolderen en solderen van SMD-componenten, bijvoorbeeld wanneer de pinnen onder het component zitten. Maar ook voor het krimpen van krimpkous en nog meer. Alle hete lucht saldeerstations worden meegeleverd met een hete lucht saldeerbouthouder en allerlei nozzels met verschillende diameters. Verder hebben alle hete lucht saldeerstations die we hier hebben ongeveer dezelfde temperatuurbereik van ongeveer 100 tot 500 graden Celsius. Het vermogen van een hete lucht saldeerstation is belangrijk om efficiënt en snel te kunnen solderen, waardoor je componenten minder lang onder hoge temperatuur houdt en dus minder kans is op schade. Het hete lucht saldeerstation van IU heeft het minste vermogen van deze vier saldeerstations met 500 watt. De Atten ST8800D heeft een hoog vermogen van 800 watt. Maar de Atten ST862D en de Quick 861DW hebben een nog hoger vermogen van 1000 watt. Alle saldeerstations hebben ook een aanpasbare luchtstroomsnelheid, zodat de componenten niet worden weggeblazen, maar wel efficiënt verwijderd of gesoldeerd kunnen worden. Het hete luchtsaldeerstation van IU heeft de laagste luchtstroomsnelheid van maar 23 liter per minuut. Alle andere hete luchtsaldeerstations hebben een maximale luchtstroomsnelheid van 120 liter per minuut. De ST8800D maakt als enige van de vier hete luchtsaldeerstations gebruik van een ventilator in de soldeerbout, waardoor het station een stuk kleiner is en er alleen een dunne stroomkamer vanuit het station naar de bout gaat. Een nadeel hiervan is dat bij nozzels met een kleine diameter er veel minder lucht door de nozzel geblazen wordt. Alle andere stations maken gebruik van een compressor dat veel efficiënter lucht uit de nozzel blaast en dus geen problemen heeft bij nozzels met kleinere diameters. Maar daardoor krijg je wel een dikkere kabel wat lastiger is om te gebruiken. Het saldeerstation van IU heeft geen ingebouwde extra functies. De andere drie hebben wel ingebouwde functies, zoals een automatische slaapfunctie wanneer je de soldeerbout terugzet in de soldeerbouthouder, een oververhittingsmelding, een goed koelsysteem en drie knoppen om temperaturen en luchtsnelheden op te slaan voor snel gebruik. De Atten ST862D is eigenlijk een namaak van de Quick 861DW, maar heeft daarbij wel enkele functies extra. De soldeerbout van de ST862D heeft een knop waarbij je de soldeerbout handmatig aan kan zetten als je de soldeerbout van de standaard haalt. Bij de Quick gaat de soldeerbout automatisch uit de slaapstand wanneer je hem van de standaard haalt. Verder kan de ST862D wisselen tussen het blazen van warme en koude lucht als je de aan-uitknop van de soldeerbout ingedrukt houdt. Bij de Quick moet je dan helemaal handmatig de temperatuur omlaag zetten. Verder is er ook een klein experiment gedaan door de geluidsproductie van de soldeerstations te meten, door een decibelmeter te gebruiken van op 1 meter afstand en alle stations op dezelfde luchtsnelheid en temperatuur te zetten. In de grafiek kan je zien dat op de x-as het product staat en op de y-as de hoeveelheid decibel gegenereerd wordt. Het is duidelijk te zien dat de Quick veel minder geluid produceert vergeleken met alle andere apparaten. Verder is er ook te zien dat de IU ook het meeste geluid maakt. Verder trilde de IU ook heel erg. Wat ook opviel was dat het balletje in de IU dat de luchtstroomsnelheid laat zien, een irritant tikkend geluid maakt met een bepaalde luchtstroomsnelheid. Ook handig om te weten is dat er een transportschroef onder sommige stations met een compressor zit, onder andere bij deze IU. Als deze eraf gehaald wordt, dan maakt het station ook duidelijk minder geluid. Wanneer er gekozen moet worden tussen de hete luchtsaldeerstations, komt het vooral aan op het vermogen, gebruiksvriendelijkheid en de prijs. De prijs van de IU en de ST8800D zijn het laagst, maar zitten qua functies en prestaties ver van elkaar af. Vergeleken met de prestaties en de ingebouwde functies wint de ST8800D van de IU. Maar als je bijvoorbeeld meer vermogen nodig hebt bij het solderen of desolderen van grote componenten, dan zijn deze hete luchtsaldeerstations niet genoeg. Dan moet je dus kijken naar de 1000 watt saldeerstations van de Atten en de Quick. Het verschil tussen deze twee saldeerstations zit in de kleine dingen zoals de extra functies, de gebruiksvriendelijkheid en het belangrijkste verschil de prijs. Want de prijs is gewoon veel lager van de ST862D. Uiteindelijk beveel ik dus de Atten ST862D aan als beste keuze voor een hete luchtsaldeerstation. Door de combinatie van de hoeveelheid vermogen waardoor het station ook voor grotere componenten gebruikt kan worden, de extra functies en de prijs. Bedankt voor het kijken en hopelijk zie ik u bij een nieuwe video.